Welkom bij de ultieme beginners guide voor World of Tanks. In deze video ga ik ultieme beginners uitleggen hoe je het beste kan beginnen met de game World of Tanks. World of Tanks is een multiplayer online spel waar je 15 versus 15 in tanks tegen elkaar vecht. Ik ga uitleggen hoe je het beste begint en ja, laten we gelijk beginnen. Als je de game hebt gedownload van worldoftanks.eu en een account hebt aangemaakt, dan kom je waarschijnlijk in de garage terecht of je krijgt een bericht dat je de gevechtstutorial kan doen. Ik zou die even doen. Leer een beetje wat de controls zijn en kan je je video settings even goed zetten. Nou, als je dat hebt gedaan, kom je in je garage terecht. Hier staan al je tanks opgeslagen. En voordat je gelijk een gevecht gaat beginnen door op deze vechtknop te klikken, zal ik eerst even naar de onderzoektabel gaan. Je kan hier de verschillende landen selecteren die nu beschikbaar zijn in de game. En je ziet allemaal verschillende tanklijnen. Die zijn allemaal ingedeeld. Alle tanks zijn ingedeeld in verschillende tiers. Tier 1, zodat je hier het eentje kan zien. Tot en met tier 10. En je hebt allemaal verschillende type tanks. En je kan dus een tanklijn gaan spelen. En het hangt vanaf wat jouw speelstijl is. En zo kan je bepalen welke tanklijn je gaat spelen. Nou, je hebt verschillende soorten. Medium tanks, light tanks, tank destroyers, heavy tanks en artillery. En je wilt natuurlijk weten welk land moet ik spelen. Welke tanklijn moet ik voor het eerst gaan doen. Nou, al dat soort vragen. Nou, dat hangt af van je eigen speelstijl. En die moet je een beetje gaan ontdekken. Dus door een paar tanks, verschillende tanktypes uit te proberen. Maar om je een beetje te helpen zal ik uitleggen welke rol meestal. Dit hangt heel erg af van de verschillende tanks. Dit verschilt per land, per type een beetje. Maar ongeveer de rol van welk type in de game welke rol het type heeft. Bijvoorbeeld een light tank. Een light tank is echt bedoeld om de vijand te spotten en te scouten. Zodat jouw team en jij ook een beetje, maar je hebt niet echt een hele krachtige gun, ze damage kan doen. En dan krijg jij een deel van de beloning. En die verschillende soorten beloningen, die ga ik zo even uitleggen welke dat zijn. Dan heb je een tank destroyer. Een tank destroyer, de naam zegt het al, heeft een erg krachtige gun meestal. En kan dus goed tanks vernietigen. Alleen kunnen best sloom zijn, hebben heel vaak geen turrets, dus kunnen niet goed snel draaien. Maar zijn prima voor tactics, zoals in een ergens wat een beetje achterblijven en een beetje campen en zo. Daar zijn tank destroyers prima voor. Een beetje voor snipen. Dan de zware tanks. Zware tanks hebben veel bepansering. En kunnen heel goed shells blokken door een panzer goed te gebruiken. Door verschillende tactieken zoals sidescraping bijvoorbeeld. En zijn wel vaak heel sloom. En hebben een aardige gun. Nou, dan heb je de medium tanks. Medium tanks zijn een beetje allround. En dat is eigenlijk een allround. Heeft van alles wat. Maar is vooral goede mobiliteit. Waardoor die goede flanking tactics bijvoorbeeld kan toepassen. Dan heb je de artillery. Artillery blijft heel erg achter. En meestal. En heeft veel damage. Lange herlaadtijd. Lange aiming tijd. En wordt een beetje gehaat. Door best wel veel mensen. In de World of Tanks community. Dus als je in een game bent. Je wordt misschien wel uitgescholden. Dan moet je daar wel even tegen kunnen. Als je artillery speelt. Nou. Hoe weet je nou welke tank welk type is? Nou, dat kan je zien aan het symbool. Of gewoon over de tank heen te gaan. Dan zie je het ook staan. Een diamantje is een lichte tank. Een omgekeerd driehoekje is een tank destroyer. Een diamantje met een streepje erin is een medium tank. Een diamantje met twee streepjes erin is een zware tank. En een vierkantje is een artillery. Nou, als je denkt welke speelstijl past een beetje bij mij, kan je die tanklijn gaan proberen. Bijvoorbeeld, we nemen voor dit voorbeeld de Amerikaanse medium tanklijn. En dan zetten we een doel. Dat doe ik meestal naar een bepaalde tier 5, tier 6 tank. In dit geval kiezen we de M4 Sherman. Dit is wel een mooi doel. En deze tanklijn gaan we volgen. Begin bij de T1, T2, M2, M3, M4. Hoe kom je nou hoger? Nou, dat kom je hoger door ervaring te verdienen.
en zilver te verdienen. Oftewel, de currency, de gratis currency in deze game. Je kan met de ervaring modules op de tanks onderzoeken. En zo kun je je tank beter maken. Per tank. Of je kan nieuwe tanks onderzoeken. Maar je moet alles natuurlijk wel eerst kopen. En dat doe je met dat zilver. Dus, ja, zo werkt het eigenlijk. Dus je gaat bijvoorbeeld met je tier 1, je T1, Cunningham, ga je spelen. Je maakt die wat beter door wat modules te onderzoeken met de verdiende ervaring. En je koopt wat modules. En als je een beetje goed bent erin en je denkt van, nou, ik ben wel klaar om naar de nieuwe tank te gaan. Ik heb voldoende modules onderzocht. Dan kan je naar de nieuwe tank gaan. Ik zal het aanraden, in het begin gewoon lekker je tank elite maken. Dat betekent dat je al je onderdelen onderzocht, inclusief, ik koop natuurlijk, en inclusief alle tanks. Waarom? Nou, omdat het dan leuker is. De speelstijl, het is leuker om een game te spelen en je hebt echt het gevoel dat je tank echt goed is. Dus, als je dat zo hebt gedaan, dan per gevecht heb je dus gewone ervaring, die je dus alleen voor die bepaalde tank kan gebruiken, en vrije ervaring. Gaat namelijk ongeveer 5% volgens mij naar vrije ervaring. Die kan je voor elke tank en voor elke module gebruiken. Je kan dit proces allemaal versnellen door echt geld aan de game te verspillen. Ik zeg al verspillen, omdat je kan namelijk ervaring omzetten. Ik zou dat niet doen, je kan goud omwisselen voor zilver, zou ik ook niet doen. Wat je wel zou kunnen doen is premium account kopen. Dan krijg je 50% meer credits en 50% meer ervaring. Dat is wel handig. Of je kan een premium tank kopen. Die staat ook in het onderzoekstabel. Namelijk bijvoorbeeld deze T14 of deze Ram 2. Nou, ik zou dat niet in het begin doen. Pas als je weet wat je speelstijl is en je bent ongeveer bij tier 6 of zo, of bij tier 7. Dan zou ik pas gaan denken over een tier 6 premium tank bijvoorbeeld om mee te beginnen. En wat is het voordeel? Nou, je krijgt meer inkomsten van een premium tank. En je kan je crew erin trainen. Want elke tank heeft een eigen bemanning. We gaan bijvoorbeeld naar de T1 Cunningham. Deze waarschijnlijk ook in je garage staan. Een tier 1 tank. Die heeft 2 bemanningsleden. Een commandant en een bestuurder. Nou, deze heeft een trainingsniveau. Dus hoe goed die is getraind. En bij elk gevecht gaat er wat ervaring van het gevecht gaat ook naar de trainingsniveau. Nou, als je tank elite is, kan je dit ook nog versnellen eventueel door dit vinkje aan te klikken. En wat er anders gebeurt, dat kun je hier zien, gaat er vrije ervaring. Alles wordt vrije ervaring. En dat vrije ervaring kan je weer omwisselen. Nee, dit is geen vrije ervaring. Dit is gewoon, dit is weer voor de huidige tank ervaring kan je omzetten naar vrije ervaring. Dat is het, ja. Dus dat kan je ook nog eventueel doen. Ik zou het niet doen, dus daarom altijd versneltraining doen. Anyway. Als je wat meer informatie wil krijgen over de verschillende bemanningen. Zie je hier trainingsniveau. De training kan je ook nog naar een nieuw niveau trainen met geld. Echt geld, met goud of met zilver. En de vaardigheden. Die kan je doen als je trainingsniveau 100% is. Allemaal leuk en aardig. Het is niet heel erg interessant in het begin, want zover kom je nog niet. Het is meer op de latere tiers, krijg je daar echt mee te maken. Dus je ziet hier ook een keer 5 staan bij al mijn andere tanks. Dat betekent dat ik die tank nog nooit heb gespeeld deze dag. Meestal is dat keer 2, maar omdat er nu een of ander event is, dan is het keer 5. Het is eenmalig of zo, of een paar keer gebeurt dat. Er staat hier missies en evenementen. Kun je altijd even doorlezen, het is altijd wel handig. Dus, wat je dan kan doen met een premium tank is bijvoorbeeld de crew van je T1 een wedstrijd, een game mee spelen waar je een keer 2 hebt. En dan je tank verplaatsen in de premium tank en dan een game spelen en dan heb je ook een keer 2. Voor beginners, echt voor beginners, is dit allemaal nog niet zo interessant. Maar ik vertel het toch nog wel eventjes, zodat je die informatie al hebt. Nou, nu je dat hebt gedaan, je wil natuurlijk nu gaan vechten. Maar daarvoor moet je wel eerst eventjes de ammunitie. Dit verschilt per gun en per turret. Moet je weer verschillende ammunitie laden. Maar je hebt hier de verschillende ammunitietypes. Het gaat erom dat je meestal is AP, wordt het meest gebruikt. En die zou je dus ook een beetje volledig gaan doen. Dan heb je nog premium shells. Die kosten veel meer. Dus ook een heel weinig van doen. Alleen voor de zekerheid als je echt bij een hele bepanserende zware tank komt bijvoorbeeld, dat je die ook kan schieten, zou ik dat doen.
Je hebt ook nog verbruikingsmiddelen. Niet doen in de eerste tiers. Daarna kan je het eventueel wel doen. Hetzelfde geldt voor de uitrusting. Zal ik ook nog niet doen in de beginnende tiers. Waarom heb ik dit nou wel? Dit is gewoon puur voor teamgevechten. En wat voor. Dus dat ga ik gewoon uitleggen wat dat is. Maar ik zou het niet doen. Oké? Okay? Dan heb je ook nog exterieur. Kan je camo's selecteren. Dat zou ik niet doen. Kost geld. Begin in ieder geval niet. Ik bedoel, wat maakt het nou eigenlijk uit? Het heeft niet echt heel veel nut. Goed. Dan heb je hier de stats van je tank. Dat kan je altijd even doorlezen. En ook als je naar een nieuwe tank wil, kan je even de stats doorlezen. Om te kijken waar is deze tank nou echt goed voor. Dus. Nu ben je eigenlijk klaar om te vechten. En je kan dus op vecht klikken. En hieronder kan je nog selecteren wat voor een soort gevecht je wil. Je hebt verschillende soorten gevechten. En wat deze gevechten zijn, even je muis over doen en dan kan je lezen wat het is. Ik ga het nu niet uitleggen, want het is iets te veel informatie. Oké, we gaan nu eigenlijk een gevecht beginnen. Dus laten we op vecht klikken. Je ziet hier dat we nu in de wachtrij zitten voor de verschillende gevechten die nu bezig zijn. Je ziet dat er aardig veel mensen in de wachtrij zitten. Stel, de server is heel vol. Je hebt twee servers, WOT EU 1 en WOT EU 2. Kan je ook nog wisselen van server als je wil. Nou, we zien dat we nu de map krijgen. Dit is een van de vele maps in World of Tanks. En ik ga ook nog wat tactics doen voor map tactics bijvoorbeeld. En ja, je ziet hier de indeling van de teams. En je ziet dat we in een gemixte match zijn. Tier 1 en tier 2. Als je bijvoorbeeld een tier 5 hebt, kom je niet in tier 1 match natuurlijk. Hè? Dat moet je wel onthouden. Je komt dan wel tegen je moet wel tegen je eigen niveau spelen. Het zal anders wel erg oneerlijk zijn. Dus, je ziet dat mijn kleuren zijn paars en groen. Meestal, ja, dat komt omdat ik heb kleurenblind modus aanstaan. Ik weet eigenlijk ook niet waarom. Ik vind het er iets mooier uitzien, denk ik. Ik heb geen idee waarom. Maar, meestal is het groen en rood. Niet je eigen team schieten. Word je geband. Nooit je eigen team schieten. Geen teamkills. Echt niet doen. Niet doen. Alleen rood of in mijn geval paars schieten. Je ziet, we rijden hier een beetje rond. Bovenaan staat de score. Het staat 0-0, want niemand heeft nog een enkele tank gekild. En we rijden een beetje rond. En rechts onderin zit onze minimap. Hier kan je precies de locatie zien van je eigen team. En straks ook van de vijanden die zo worden gespot. Dus, je hebt ook nog een chat te zien. En daar is een van ons, een van de vijanden die we hebben, hebben gespot. Zo'n Russische T26. Is op zich wel een prima tank. We proberen hem een beetje uit te dagen. Hij heeft geschoten. Nou, ricochet. Wat betekent ricochet? Ricochet, dat betekent dat je kogel niet door de pantsering is gekomen. En nou, nu hebben we wel wat, wat damage gedaan. Oeh. En we proberen een beetje weg te komen. Dus, je kan damage doen of je kan bouncen. Als je bounce krijg je geen credits voor, omdat je geen damage doet uiteraard. Je ziet dat we ze heel agressief spelen, in ieder geval deze T1. En weer wat damage. Nou, zo zit je een beetje je match te spelen. Je ziet dat rechtsboven van de score natuurlijk. En ja, probeer in de eerste match, als je video settings niet goed zijn, zou ik die even veranderen alsnog. Dit is een speciaal kanon. Je ziet dat mijn schoot heel snel achter elkaar afvuren. Dat komt omdat dit is een autoloader cannon. Dat betekent dat hij één keer veel moet laden en daarna gewoon heel snel schoot kan afvuren. Meestal is dit niet zo. In dit geval wel. Dus we zijn hier een beetje gewoon aan het durpen eigenlijk. Want, ik speel niet heel serieus. We hebben net een schot ontweken van de FT. Franse tank. En ja, zo speel je een beetje je eerste match. Het is ook een kwestie van experimenteren natuurlijk. Van waar kan ik doorheen schieten, waar niet. Als je faalt, nou, dat is nog niet heel erg. Ik bedoel, ik faalde ook echt behoorlijk in mijn eerste echte serieuze match. Dus we zijn een beetje aan het verliezen nu. Daar is een andere tank die hebben gespot. Je ziet dat we even moeten laden totdat de groene cirkel klein is. Dan pas is het schot accuraat. Als je op C drukt, kan je met een oude rotor even snel herladen. Dat is nog een klein tipje. We zien dat, dat ik nu word beschoten. Je ziet dat links onder mijn helft naar beneden gaat. Ik probeer nu een beetje dekking te zoeken.
En we zitten hier in Chini. Dus waarschijnlijk gaan we niet dood. En we hebben nog wat damage gedaan voordat we dood gaan. We gaan waarschijnlijk deze... Ja, het is wel close eigenlijk hoor. We zouden dit heel misschien nog kunnen winnen. Kijk hoor, of die T26 even kunnen schieten. Wow. Zo doen we wat damage. En de kills, daar gaat... Oh, dat is eigenlijk killed door de T2 medium. Oké, de kills, die staan dus ook bij de namen, links en rechts. En ja, het maakt vooral de damage, daar gaat het om of je ervaring verdient. Je kan altijd nog eventjes natuurlijk wat andere tanks gaan bekijken die in gevecht zijn. Je hebt natuurlijk ook van deze losers die gewoon een beetje in de basis staan en niks doen. Die zijn meestal AFK. Dus ja, dat is het eigenlijk. Dus ga gewoon een beetje kijken, ook wat andere spelers doen. En probeer een beetje comfortabel te worden met je controls en hoe de game mechanics werken. Dus met het aimen en auto-aim zou ik niet te veel gebruiken. Dus links klikken en dan krijg je auto-aim. Dat heb je ook al geleerd in de gevecht tutorial. En je ziet ook dat er nu een countdown timer is. Dat je hebt namelijk twee basissen en die moet je veroveren van elkaar. En die countdown timer die gaat nu lopen naar vol, dat onze basis wordt nu gecaptured en veroverd. Dus die moet je terug om de cap resetten. Maar je hebt geen respawns in World of Tanks. Dus je moet gelijk terug naar een garage als je dood bent. En dan kan je eigenlijk al met een nieuwe tank beginnen. Dus een tip is om in plaats van één tanklijn, twee tanklijnen te volgen. Zodat als je ene tank kapot is, dat je nog met de andere tank kan. Oké. Ja, we krijgen net het rapport binnen. En het was eigenlijk wel een prima match. Ondanks we hebben verloren, heb ik toch nog een derde match mastery badge. Dat betekent dat je beter bent dan 50% beste resultaten. Er staan nog wat meer medailles hier meestal. En hier kan je wat andere details kijken van het gevecht. Even rustig doorkijken zo zelf. En ja, dat is het eigenlijk wel voor beginners. Ik zou niet te veel op je statistieken focussen. Je stats natuurlijk. Niet veel op focussen. Heb ik nog wat gemist? Ja, crew. In je barakken doen. En zo. Je hebt de barakken, daar is je crew zeg maar opgeslagen. En als je naar een nieuwe tank wil bijvoorbeeld. Ik zou het niet echt in het begin doen. Kan je je crew in barracks doen. En dan in een andere tank doen. En dan... daar weer hertrainen, zodat je crew eigenlijk hergebruikt. En tja, dat is het eigenlijk. En op een gegeven moment dan ben je bij de M4 Summon. Als ik deed wat ik deed. Dus dat is het eigenlijk. Dit was de video voor vandaag. Dit is echt een ultieme beginners. Dus dit is als je echt een beginner bent en je speelt het net. Er zijn meer dingen in deze game. Meer tactieken. Die kan je in andere video's van mij zien. Dus als ik nog iets heb gemist. En je wilt iets weten. Dan kan je dat natuurlijk altijd eventjes in de comments zetten. Ik heb bijvoorbeeld niet uitgelegd wat de clans zijn. En teamgevecht en zo. Ik zal nog wel even uitleggen wat een peloton is. Met een peloton kan je met vrienden spelen. Dat is heel leuk. Dus dat zou ik aanraden. En ja, dat was het eigenlijk. Dus ik hoop jullie snel terug te zien bij een van mijn volgende video's. En dan zie ik jullie later. En vergeet even niet deze video een like te geven en te abonneren trouwens. Dus later.